Ik heb mijn leven lang al aan geërgerd, Ronnie. Dat er mensen zijn met een grote mond. En stel dat je alle drie hebt in de ogen van een ander. Ja, dan ben je onweerstaanbaar. Als ik iemand moet overtuigen, of ik moet samenwerken met iemand, of ik heb een klant en ik vind het een eikel. Ik heb een hele mooie les geleerd van Erika Terpstra daarover. Dus die wil ik graag delen. Ontspanning is alles. Je moet ontspannen zijn. Ja, nee, maar gelukkig dan. Hoef je niet te ontspannen. Nee, maar ik ben... Je hoeft niet te ontspannen. Oh, nee. Door ontspannen over te komen. Exact. Oh, hoe doe je dat dan? Daar zit het grote geheim. Oh. Overtuigingskracht is van belang als ondernemer. Heeft iedereen die kracht? En kun je jouw kracht vergroten? Als je het antwoord wil weten, dan blijf vooral kijken naar deze video. Ik ga in deze videoserie, en die hebben we Bookstories genoemd, ga ik in gesprek met auteurs van businessboeken. En deze serie die maak ik in samenwerking met uitgeverij Business Contact. Wil je daar nou meer over weten, dan verschijnt er een hele mooie URL onder in beeld. Moet je nou niet naartoe gaan, maar over 20 minuutjes moet je daar eens rustig een kijkje gaan nemen. En we hebben nog iets heel leuks. Mocht je nou na dit gesprek, want we gaan het hier hebben over overtuigen en overtuigingskracht. Als jij nou zelf tips hebt waarvan je zegt van nou, ik ben daar best wel goed in en dit is een tip die ik heb op het gebied van overtuigen, dan laat die onder deze video in de reacties achter. 5 mensen die dat doen, die krijgen een boek gratis en voor niks. En dat is in deze video, is dat het boek Macht aan de aardige mens. En de auteur is bij mij en dat is Pascal van Goeten. Pascal, van harte welkom. Dankjewel, Ronnie. Ja, laten we eens met die titel beginnen, want het is een dubbele. Want er zit ook een soort stickertje eronder. Maar de titel is Macht aan de aardige mens. En dan zit er zo'n rond stickertje onder. Het einde van de grote bek. Ja. Laten we met het eerste deel beginnen. Macht aan de aardige mens. Duid dat is, die titel? Ik dacht, het is tijd daarvoor. We hebben zoveel mensen die aan de macht zijn, die een grote mond hebben. Ja. Maar niet per se het beste idee, het beste plan, het beste beleid. En kennelijk kom je er wel heel ver mee. Hè? Ja, als we wereldwijd kijken naar leiders wel. Absoluut. Bijna en zeker trend. Nu, hè, zeker in crisistijd, kijken wij natuurlijk naar leiders. Zoek de mens, hè, zoek naar leiders die kennelijk weten hoe het zit. En als je dat nou eens doorvertaalt, zou je zeggen, het is eigenlijk nu eens tijd voor de weldenkende, verstandige, sympathieke mens. Ja, maar is dat dus ook een stukje hoop? Want het is nog niet zo. Nou, ik zeg dat Joe Biden tot onze grote verbazing bewijst dat het dus kan. Ja. Net als iemand als Diederik Gommers bijvoorbeeld. Ja, het kan natuurlijk wel. En daar is nu tijd voor. Dat zou een mooie trend zijn. Ja, toch? Ja. Ik heb mijn leven lang al aan geërgerd, Ronnie. Dat er mensen zijn met een grote mond. Ja. Die dan dingen voor elkaar krijgen. En dat daarnaast iemand zit met misschien wel een veel beter idee. Die dan bescheiden is. Of die het heel abstract vertelt en die niet begrepen wordt. Albert Einstein, dat weet je ongetwijfeld, is door maar liefst 4 faculteiten op 3 verschillende universiteiten afgewezen ooit. En dat is natuurlijk niet omdat hij niet een goed idee had. Nee. Dus vandaar het belang ook meteen van wat jij doet. Dat is namelijk om aan al dat soort mensen de kracht te geven om te overtuigen. Ja, daar ben ik natuurlijk al jaren mee bezig. Mijn doelgroep, zeg maar, dat zijn de mensen die geweldig ideeën hebben, maar die soms niet begrepen worden. Die veel te hoog over of heel bescheiden zijn. Of gewoon mensen die op grond van hun briljante idee heel veel overtuigingskracht nodig hebben. En dan is het dus fijn om te weten, wat kan je dan toevoegen aan wat je al doet, zodat mensen je wel snappen, zodat je wel ineens overtuigend overkomt. Om een beetje business jargon, om meer output te creëren. Want uiteindelijk, ja, tenminste, want die ambitie moet er wel zijn, hè, denk ik. Als jij en bescheiden bent. Ik kom ook best wel veel mensen tegen die dan zeggen, ja, maar wie ben ik nou? Precies. Hè, ja, daar begint het als eerste, denk ik. Daar gaat het al fout, wil je zeggen. Nou, ja, ik hoop ook dat mensen denken, oh, weet je, als het zo makkelijk kan, als ik dit nou toevoeg, dan ben ik overtuigend. Ja, dat is toch mooi. Ja. We hebben bij de uitgever van het boek hebben we een verkiezing opgezet. De aardigste mens van Nederland 2020. En daar hadden we 12 mensen genomineerd die echt hun nek hebben uitgestoken voor mensen. Dus aardige mens, zeg maar, is niet, zeg maar, Sinterklaas of iemand die de hele dag loopt te glimlachen. Maar dat noem ik dan iemand die de belangen van een ander onderkent en behartigt,
Ook als dat ten koste gaat van eigen gewin, eigen moeite, tijd, eigen middelen. Maar ook eigen gelijk, eigen positie, eigen prestige. Nou, dan, als je dat doet, dan ben je een aardig mens. En we hadden daarvoor 12 mensen genomineerd. En de top 3 is dus geworden, laat ik zeggen, op 2 is niet geëindigd Bibian Mentel. Op nummer 3 is gekomen Monique van Daal. En die kent niet iedereen, maar zij heeft allemaal buitenconcerten georganiseerd voor ouderen dit jaar. Ja. En is zelfs Wopke Hoekstra voorbijgestreefd in andere coryfeeën. Geweldige mensen in de top 12. Nummer 1, Diederik Gommers. Ja. En ik heb ze geïnterviewd. En Bibian, die denk ik, ja, dat is natuurlijk gewoon Nederlands hoop in wat ongelooflijk geweldig inspirerende vrouw en steekt echt haar nek uit voor anderen. En zij heeft mij ook verteld over hoe ze dat dan aanpakt en waar zij in gelooft. En dan denk ik als eerste al gewoon denken, wat ik zeg is belangrijk, mijn idee is belangrijk. Nou, daar denk ik is een mooie les van Bibian te leren. Ja, precies. Jij, in je boek heb jij het over 3, dat vond ik wel een soort van kapstok om eens over door te bomen, de 3 stijlen van overtuigen. Had je het over de autoriteit, de vriend en het voorbeeld. Kun je dat eens in het kort, dat vond ik wel herkenbaar toen, want ik denk dat iedereen die het hoort, die gaat zoeken, wat pas ik in? Ja, wat pas ik in? Duidt die 3 is? Ja, nou, dus iemand die wij als autoriteit overtuigend vinden, dat zijn mensen die kracht uitstralen of gewoon mensen die macht hebben. Dus dat is een hele heldere categorie, hè? De experts of nou ja, dat je denkt, nou die weten wat van of nou dat lijkt mij iemand die weet hoe het moet. Nou, zeker het soort leiderschap waar we het net over hadden, waar we nu veel op hopen. Iemand die kennelijk weet hoe het zit. Mm-hmm. Nou, dan hebben we de vriend, dus dat zijn mensen die sympathiek gevonden worden. Als we denken, nou, die heeft het beste met mij voor of met de wereld. Nou, dat is ook een hele mooie hefboom om te kunnen overtuigen. Ja. En het derde, dat zijn de mensen die we cool vinden. Die hebben ook dat vermogen. De rolmodellen. Oké. En kunnen dat zijn 3, zeg maar, overtuigingskarakters? Zeg ja, maar, 3 stijlen van overtuiging. En bezit je altijd in 1 van die hokjes? Of moet je er tussen wisselen? Ja, dat kan. Als je iemand niet overtuigend vindt, dat kan natuurlijk ook. Dan zijn ze alle 3 0. Dus 0 autoriteit, 0 vriend, 0 voorbeeld. Maar dan kan het zijn dat je in 1 hokje valt. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat iemand denkt, nou, ik vind hem of haar niet alleen een autoriteit, ik vind hem of haar ook nog cool. Of ook een soort van vriend. Of... Ja, ook nog aardig. En stel dat je alle 3 hebt in de ogen van een ander, ja, dan ben je onweerstaanbaar. Dan word je echt onweerstaanbaar. En dat geldt voor ondernemingen idem. Hè? Dus je kan als onderneming je vooral profileren als autoriteit. Ja. We zijn de beste, nummer 1, wij zijn de benchmark. Miele doet dat bijvoorbeeld. Hè? Ja. Wij zijn de nummer 1. Ja. Er is geen betere. Voor bier bijvoorbeeld, Hertog Jan. Hè, die zitten echt grijze mannen die weten hoe de beste bier gebrouwen wordt. Ja. Hè? Voor koffie, hè, dan zit je... Albert Heijn heeft nu een hele leuke commercial met een jongen die dan weet precies welke Arabica bonen en blends. Ja. En dan heb je vriend, dat is bijvoorbeeld Coolblue. Hè, die profileert zich ook echt als... vriend. En dat zie je ook bij in de biercommercials, bijvoorbeeld bij Amstel. Daar drukken heel biercommercials heel vaak over vriend. Heel expliciet vriend. En dan heb je natuurlijk ook bedrijven die zich juist organiseren, of die zich juist profileren als cool, dus als anders, als innovatief. Ja. Neem Picnic bijvoorbeeld in de... Ja, die is op dit moment wel cool. Heel cool. En Apple heeft dat natuurlijk altijd heel nadrukkelijk gedaan. Maar dat zou je ook kunnen zien, bijvoorbeeld als we het dan over bier weer hebben. Dat Charlie Sheen is ingezet door Bavaria. Yeah. Om net nadat hij uit rehab was, om hun alcoholvrij biertje te verkoelen. Maar stel je voor dat je alle 3... Ik zou je iets als Swapfiets bijvoorbeeld. Yeah. Ik denk dat hij alle 3 de boxen tikt. Yeah. Nou, dan word je natuurlijk wel heel... Dus je kunt nadenken in welke branche zit ik en hoe wil ik me profileren. Ja, dat geldt als persoon, maar dat geldt dus ook als onderneming. Mm-hmm. Of je kunt een product zo neerzetten. Maar je kunt natuurlijk ook kijken of wil ik juist een mix maken. Om het zo zijn er ook situaties als ondernemer om ze toe te passen? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat als ik
een sales pitch doe, dat ik een ander overtuigingskracht toepas als dat ik mijn collega's wil overtuigen van een koers die we gaan varen. Precies. Of zoiets bijvoorbeeld. Ja. Dat laatste denk ik, wil je collega's meekrijgen, dan is vriend echt een essentiële hefboom. Beter dan autoriteit. Beter dan autoriteit, ja. Dus het hangt ook inderdaad af van de situatie waarin past op een gegeven moment welke stijl. Wil je mensen inspireren, dan hoort daar ook voorbeeld bij. Hè, dat je innoverend kunt denken, hè, dat je disruptief bent, creatief. Dat hoort bij die derde stijl. Maar als je daarmee begint, kan het zijn dat je mensen verliest. Er zitten aan de stijlen ook nadelen. Ja. En op het moment dat je alleen maar creatief en out there bent. Hè, neem nou iemand als Maarten van Rossum. Heel veel mensen vinden hem cool en leuk en ook autoriteit. Nou, dan wordt het helemaal te gek. Mm. Dat is hartstikke leuk. Maar stel je even voor dat je met Maarten van Rossum samenwerkt. Hè? Als collega denk ik, nou, hè, misschien leuk als er ook eens een vraag komt. Of even iets gezelligs, weet je wel. Nou, dus, dus zo zou je kunnen zeggen, op een bepaalde situatie. Ja. Hè, voor een salesgesprek is natuurlijk vriend essentieel. Ja. Dat een ander überhaupt wil vertellen wat hem of haar wat nodig is of wat ze nodig hebben. Maar op een gegeven moment komt het moment dat ze ook willen weten. Ja, maar do you have the stuff it takes? Kun je ook wel. Autoriteit, kun je het ook. Maar daar begin je vaak niet mee. Hoe oefen je dit soort dingen? Hoe oefen je, vraag je dat? Ja. Ja, dan komen mensen bij mij, hè, teams of iemand individueel. Ja. En dan zeggen ze, oké, dit is mijn vraag. En nou, stel je voor iemand die heel veel autoriteit heeft, of heel veel macht, die komen ook bij mij. Of heel veel kracht uitstralen. En dan gaat hun vraag eigenlijk nooit over dat ze niet geloofd worden. Hun vraag gaat dan over, ik wil mensen dichterbij halen. Mm. Ik wil ze inspireren. Dus dan gaan we kijken, wat heb jij in huis van de best practices van vriend? En wat heb jij in huis van de best practices om cool te zijn? Ja. En daar ben ik dus heel lang mee bezig. Ik denk niet dat ik ooit klaar ben, Ronnie. Maar ik ben natuurlijk gaan uitzoeken wat gebeurt in hersenen als we overtuigd raken. Ja. Dan weten we de hefboom. Maar daarnaast ben ik gaan onderzoeken. En daar blijf ik denk altijd mee bezig. Wat doen dan die mensen die zo succesvol zijn en overtuigen? En wat zijn dan kennelijk de best practices? Jij doet van gewoon, jij kijkt gewoon heel veel. Heel veel. Ja? Ja, ik zit nu op weer op te letten. Wat doet Ronnie? Ja. En kan ik dat dan geven aan iemand die een heel goed idee heeft. Maar dan moet het iets zijn dat bij je past. Hmm. De disclaimer is natuurlijk altijd, en dat geldt ook voor het boek, de Macht aan Aardige Mensen, staat eigenlijk alles in. De samenvatting, hoe werkt het? Maar ook, dus het is ook niet een boek dat je van kaf tot kaf moet lezen. Je steekt het gewoon in je achterzak als je naar een onderhandeling gaat of naar een sollicitatie of wat dan ook. Dat je denkt, oh ja, even een tip. Ja, het is een heel praktisch boekje. En dat je dan kijkt, oh, dit is gaaf, want dit past bij me. Ja, Want als je alles gaat inzetten, wordt het net of je naar een cursus bent geweest. Ja, ik herken ook altijd mensen die mediatraining hebben gehad. Die te bewust een trucje doen, zeg maar. Ja. Authenticiteit is wel een jeukwoord, maar dat is belangrijk, toch? Ja, dat is dan die derde stijl heel erg. Dat je een beetje out there, dat je kleurbekend eigenlijk. Ja. Dit is wie ik ben. Ja. En dat kan wel eens heel erg anders zijn dan anders. Leren we niet echt, hè? Ik heb altijd gezegd van, krijg al jeuk als ik dingen moet doen omdat het zo hoort. Ik heb altijd een enorme hekel gehad aan de uitspraak van, je moet doen en vroeg waarom? Ja, omdat het zo hoort. Daar werd ik altijd heel obstinaat van. Dus ik vind dat er een enorme behoefte is aan, ik noem dat originals. Aan mensen die vanuit hun eigen authenticiteit echt iets creëren of iets vinden of iets doen. Maar dat is best wel schaars ervoor. Die zijn er veel te weinig. Veel te weinig. En we leren natuurlijk allemaal, op een gegeven moment komen we allemaal in de puberteit en dan ontdekken we allemaal dat het veel veiliger is om je als een vriend te manifesteren. Ja. Namelijk dan doe je wat een beetje past en waar iedereen zich comfortabel bij voelt. Mm-hmm. En dan verleren we eigenlijk dat talent om gewoon te denken, jongens, scheid, zo doe ik het. Ja. En die derde stijl, daar hebben we natuurlijk heel veel mensen nodig. Dat je juist aanzet, wat maakt mij nou eigen? Wat maakt mij uniek? Wat wil ik eigenlijk brengen? En daar zitten natuurlijk ook nadelen aan. En dat hebben we allemaal ontdekt. Ja. Het wordt namelijk, het creëert afstand en mensen worden jaloers of ze vinden je heel vervelend, obnoxious. Nou, en dan is dus de hefboom. Dan moet je niet minder voorbeeld zijn. Je moet niet binnen de lijntjes gaan kleuren. Moet je de andere twee stijlen toevoegen. Ja, precies. Dus je hebt vriend nodig om mensen dichtbij te halen. En je hebt autoriteit nodig onder je plannen. Dat ze niet denken, oh, daar heb je haar of hem weer met dat stokpaardje. Het een versterkt het andere.
Ja, dan versterkt het een het ander. Hey, ik wil nog een paar dingen weten. Want wat nou als ik iemand moet overtuigen, of ik moet samenwerken met iemand, of ik heb een klant en ik vind een eikel. Dan heb ik wel eens. Good luck with that. Ja. En dan weet ik ook wel dat het aan mezelf ligt en zo. Weet je wel, dat kun je helemaal kapot psychologiseren. Maar als het gaat om overtuigen en hoe moet ik daarmee omgaan? Ja, nou, dit is denk ik een van de allermoeilijkste dingen. Hè? Ah. Het is net schoon familie, zeggen ze wel eens. Uh-huh. Hier heb ik een hele mooie geleerd ik van. Ik heb super toffe schoonfamilie trouwens. Ja, voordat iemand zit te kijken ik straks. Trouwens. En ik ga er niet wel. Ja, goed dat we dit meteen. Naar de tijd. Meteen zeker zo in deze decembermaand waarin we dit opnemen. Ja. Maar ik heb een hele mooie les geleerd van Erika Terpstra daarover. Dus Die wil ik graag delen. Ze zegt: wat je eigenlijk moet doen is, stel je voor, je hebt een aquarium en daar zet je een stokje in. En dan, als wij er allebei naar kijken, zien we allebei een andere breking van het stokje in het water. Zeg maar, als je nou zegt, nou kom even bij mij staan, of je gaat even bij de ander staan, dan zie je hetzelfde. Nou, de kunst is eigenlijk dat je eerst gaat ontdekken. Nou, antipathie is lastig, maar je hebt allebei een hoger doel. Mm-hmm. Dus dat je altijd focust op, wat is onze common ground? Waar willen we allebei uitkomen? En dat je dan bedenkt, wat weerhoudt die ander eigenlijk nog om het met mij eens te zijn? Mm-hmm. Dus het gaat er niet om. Om te zeggen, ik noem wel eens het voorbeeld van roken. Stel, je wil iemand laten stoppen met roken. Het meest gehoorde argument, dat is heel ongezond. Het is ongezond. Ja. Wat zegt de roker dan? Ja, duh. Ja, precies. Oh, dat had ik nog nooit gedaan. Ja. Kennelijk is er nog iets dat de ander laat roken. Terwijl het ontspant hem bij het werk of whatever. Ja. Dus de vraag is niet, waarom moet je stoppen met roken? De vraag is eigenlijk, waarom rook je nog als je weet dat het ongezond is? Mm. Omdat het gezellig is. Ja. Of omdat het even ontspant. Geeft een soort mini pauze momentje. Nou, dan moet je daar dus iets voor zien te vinden. Mm-hmm. Oké. Nog een paar dingen. De koning, wat vond ik leuk om te lezen. Het koningen- en knechtengedrag. Ja. Leg eens uit in deze context. Nou, heel in het kort. Ja, precies. De mensen die zich ontspannen gedragen. Ja. Dat zijn mensen die een natuurlijk charisma hebben. Ja. Dus daar. Dat zijn de koningen. Dat zijn maar. De koningen. En dat doen we eigenlijk allemaal als we ontspannen zijn. Dus zoals een koning zich gedraagt. He, dan moet je niet denken aan de sprookjeskoning met die nuffige kop. Nee, maar je ziet het letterlijk nu. Letterlijk. Als je Willem-Alexander ziet, die is rustig en zo. En dan zie je alles wat er omheen loopt. Dat zijn knechten. Die lopen nerveus die lopen doen en te dribbelen en te Dus stotteren. Eigenlijk is het grote criterium is, oogt iemand ontspannen? Ja, alsof hij of zij het naar zijn zin heeft, haar zin heeft. Alsof ze zich thuis voelen. Of doet iemand zijn of haar best? En dat zijn de knechten. Dus dat zijn de mensen die net iets te hard hun best. Of beginnen te tetteren. Of die stokken. Of beginnen te ratelen. Nou, fight, flight, freeze. Hè? Dat is eigenlijk wat er gebeurt onder stress. En dat zijn knechten. Dat is knechtengedrag. Dus als je wil overtuigen, in welke vorm dan ook, moet je zorgen dat je koningengedrag gaat vertonen. Ja. Maar dan heb je meteen het allerlastigste, want je noemde net het woordje al. Want dat las ik ook ergens, van ontspanning is alles. Je moet ontspannen alles. Zijn. Ja, nee, lekker gelukkig dan. Hoef je niet te ontspannen. Nee, maar ik ben. Je hoeft niet te ontspannen. Oh, Nee, dat is ontspannen over te komen. Exact. Oh, hoe en daar doe je dat zit dan? Het grote geheim. Oh. Ja. Maar leg eens uit dan. Nou, als je jezelf gaat observeren, hoe doe ik eigenlijk als ik ontspannen ben? Nee, dat is dan. Dan hang ik in een bank. Dan hang je in een bank, precies. Hè? Zoals jij nu zit, dan ben je een koning. Ja? Ja. Ja, best wel. Ik zit in mijn eigen studio, dus ik ben redelijk ontspannen. Ja. Nou, ik kan het nu niet helemaal voordoen van ik uit beeld. Maar als ik zeg maar rechtop ga zitten en dus veel te hard begin te werken. Ja. Dat zie je aan iemand. Ja. Nou, dus jezelf observeren onder als je op je best bent. Dat is eigenlijk de snelste tip. Ja, als je op je en best dat bent. Je dat gaat imiteren als je gestrest bent. Dus als je registreert, daar heb je hem of haar weer waar je zo'n hekel aan had. Ja. Weet je wel? Of iemand haalt het bloed onder je nagels vandaan. Of je denkt, spannende situatie. Dat je dan denkt, oké, even denken. Hoe zou ik dit nou doen als ik op mijn best was? Ja. En het interessante is, dit weten we ook. Het staat niet in het boekje, maar er is zoiets als het James Lang effect. En dat zijn twee onderzoekers, James en Lang, die hebben in 1893 de positie neergelegd dat mind en lijf elkaar beïnvloeden. Nou, daar hebben we ons allemaal 80 jaar over op de knieën geslagen van het lachen. Nou, wij waren toen nog niet, maar goed. Mm.
En sinds de 80 jaren van de vorige eeuw weten we door Antonio Damasio dat het ook echt zo is. En dat kan een kind eigenlijk al snappen. Ja. Dat als je gestrest bent, dat je er fysiek niet van opknapt en omgekeerd ook niet. En hier komt dus het grote plezier. Dat op het moment dat je doet alsof je ontspannen bent, je doet alsof je je thuis voelt, dan gaat het lijf ook voor je aan het werk. Ja. Dus je kunt jezelf er ook mee ontspannen. Dus je moet eigenlijk niet vechten tegen de zenuwen en de stress, maar je moet een toneelspelletje leren. Maar door het toneelspelletje word je minder gestrest. Ja. Ja, ja, ik ken het trucje, want ja, ik gebruik het op podium. Het wel eens? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. En het heeft heel veel met mij ook met puur fysiek ademhaling te maken. Ja. Als je gewoon rustig buikademhaling gaat doen, gewoon jezelf dwingen om rustig uit te ademen. Ja, gewoon, het kan heel fysiek. Ja. Fysiek kan het dan zijn. Word je al rustiger. Ja. Ja. Ik was ooit geprogrammeerd in de doelen als spreker. En ik sprak na Alexander Rinoy Kan. Inmiddels ken ik hem en weet ik dat het gewoon een hele leuke man is. Maar toen dacht highly ik, intelligent. Oh, wat moeilijk. Ja. En nu moet ik, oh god, ja. Wat moet ik. Hè? Nou, dus ja. Ik werd helemaal blond en wie ben ik wel helemaal, weet je. Ja, ik kan me niet meer voorstellen. Hij praat ook vaak heel complex. En zo, ja. Nou, en nu ben ik de volgende spreker. Nou, succes. En ik heb mezelf echt op het podium opgeschopt met het idee, oké, maar luister, denk even aan je eigen theorieën. We praten nu al heel lang geleden. Ja. En ik denk, ik loop gewoon het podium op alsof het gewoon mijn podium is. Mm-hmm. En eigenlijk was het in 2 minuten ook gefixt. Er stond echt zo'n enorm bloemstuk. Ik weet niet of je nog Loes Haasdijk ja, dat Avrotros. Ja, maar dat is natuurlijk, het is lastig, want het vereist wel een mooi linkje naar het andere gesprek wat ik met Jan Kuipers had over de 7 eigenschappen van Covey. De eerste stap is zorg dat je je eigen onafhankelijkheid creëert. En dat heb je daar wel voor nodig, zeg maar. Die eerste stap dat jij dan mag zijn, snap je? Dat je hebt wel een soort kracht nodig om dit te kunnen. Ja. Dus daar begint het wel. Ja, dus ik denk fysiek is 1. Er zijn nog 2 manieren. De tweede is dat je gewoon inhoudelijk enorm goed voorbereid bent. Ja. Dus dat je, of het nou op een podium is, maar het kan ook zijn in een salesgesprek of een sollicitatie of waar dan ook, netwerk, dat je denkt, oké, wat ga ik doen als er dit gebeurt? Mm. Wat ga ik zeggen als dat gevraagd wordt? Dus dat je inhoudelijk, dat is ook, dat helpt enorm. Dat daar de stress weg is. Ja. En ten derde is natuurlijk, dat is eigenlijk de allermooiste weg. En ik ben er zelf nog niet helemaal, Ronnie, maar dat is dat ach, je in bent een jong kind. Dat is ook zo. Ja. Maar dat je in een universum komt waarin je denkt, alles is oké. Weet je, wat er ook gebeurt, dan zien we vandaar wel weer. Nou, dat is seks wel mooi. Want het is natuurlijk best wel wat ik wel eens vaker heb toegepast. Ook in de theorie. Maar dat is inderdaad jezelf concreet vragen, wat als? Ja. Van wat kan er nou inderdaad in het ergste geval gebeuren? Ja. Weet je wel? Dat je een keer stottert op een podium. Of dat je een slide mist. Of omdat je whatever. En dan? En dan? Ja. Ja, en dat is eigenlijk, daar zit het allermooiste. Dat er stilte mag zijn. Ja. Ik heb van een vriendin van mij geleerd. Zij is regisseur. En zij zegt, stel je, er komt een clown op met grappen en grollen. Maar wat veel spannender is, diezelfde clown die opkomt en die ziet een pluisje op de grond. En die laat zich dus afleiden door dat pluisje. Pak dat pluisje op. En dat stuk alleen is zo boeiend. Dus als mens zijn we natuurlijk ook heel erg, wat opvalt zijn dingen die anders zijn dan anders. Ja. En dat dan juist daar gebeurt het. Ja. Waar even geen tekst meer is. Waar even niet alles is zoals we al denken dat het gaat zijn. En ik hoop echt zo dat mensen met hun ideeën naar voren komen. Ja. En dan hoef je eigenlijk dus niet precies te weten hoe het moet. Dat je gewoon denkt, oh, ik pak even een extra tip erbij. En dat je dan toch de wereld zit te springen om goede ideeën. Ja, en om originele, aardige mensen. Exact. Mag ik jou bedanken. En ik denk voor veel kijkers, ik heb wel wat tips uitgehaald. Dankjewel. Echt? Ja, oh, ja, absoluut. Leuk, Ronnie. En ik hoop jullie dus ook. En mocht je nou meer nog willen lezen, dan kun je dat sowieso, dat boekje kopen. Natuurlijk, wacht even hoor. Hier, let op. Hij ligt hier. Laten we dan ook maar reclame maken. Macht aan de aardige mensen. Dit is hem. Maar als jij nou zegt, ja, maar als het gaat om overtuigen en zo. Ik heb dus echt zelf een tip die ik vaak gebruik of zo. En hebben andere ondernemers staan. Geef ze dan je onderweer. En dan krijg je hem gewoon gratis. 5 mensen die krijgen hem gratis. Namens uitgeverij Business Contact. Ik zeg dankjewel voor het kijken. En heb je geluisterd naar de podcast? Dankjewel voor het luisteren. Hoi.